Maar nu hebben we dus een gaaf pakket ontvangen en die gaan we met jullie openen. En? Infuus zit er weer in. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We hebben vandaag een hele leuke unboxing. Het is iets waar ik, of wij eigenlijk al een hele tijd het over hadden. En als we er dan langs liepen, dachten we, ja, dat is wel lekker. En dat willen we ook voor het nieuwe huis. Bij en, avontuur, ja. Als we hondenbrokken gaan halen. Ja, bijvoorbeeld, daar stond het onder andere. Ja. Maar nu hebben we dus een gaaf pakket ontvangen. En die gaan we met jullie openen. Het is namelijk een diffuser met etherische oliën. En die zouden mij moeten helpen met de ondersteuning. In dit geval voor tijdens de chemo. En vooral bij mijn vermoeidheid. Maar ik heb natuurlijk ook nog wat andere klachten die erbij komen kijken. Dus ik ben ontzettend benieuwd of mij dit hierbij gaat helpen. En ik neem jullie daar natuurlijk weer mee. Maar we beginnen dus met deze leuke unboxing. En dan gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit. Dit is... Oeh, Desert Mist staat erop. Die ziet er leuk uit. Ik wil hem openmaken. Ja. Zodat hij niet valt. En? Oh, gaaf. Ah, die is wel mooi. En de kleuren van in ons huis. Wit. Hè, want we moesten wat lichter bij. En een beetje goud. Ik vind hem leuk. Of zo. Schattig. Ja, een beetje brons goud. Ik vind hem schattig. Ja, ik vind hem ook leuk. Is dit glas? Nee. En plastic. Ja. Nou, daar gaat het natuurlijk uitkomen, gok ik zo. En ik denk dat je hier de olie in moet doen. Maar ja, zeker weten... doe ik dat nog niet. Ik ga het gewoon even bekijken. Ik heb geen flauw idee. Nou, ja, super tof. Hoe hij eruit ziet vind ik al helemaal leuk. Ja, komt er ook licht uit als je hem aanzet? Weet ik niet. Oké, ook dat gaan we ontdekken. Ja, precies. Dan hebben we... From our fields to your family. Dat was chic hoor. Ja. Huh? Ruik je de doos ruikt. Ja. Ik moet gelijk denken... On the field of gold. Ja. On the field of quality. Zoiets. Ja. Hé, daar ligt hier ook wat. Ik ben aan het denken van... Stik nou. Special drops. With sweetener. Grapefruit. Oké, dat mag ik dus niet. Ik mag geen grapefruit. Nee. Absoluut niet. Want dat zit... dat werkt mijn chemo tegen. Oh. Oh, kijk nou. Wat een schatjes. Wat een poepie. Nou, bij sommigen staat Pure Essential, Essential Oil. En bij sommigen staat Oil Blend. Oh. Dus dat moeten we ook nog even uitzoeken. Oké. Okay. Ta-ta-ta. Oeh, nou ruik ik ze wel. Ja. Zo. Wat zit hierbij? Young Living Energize Fortify Revitalize. Stress Away. Ja. Young Living, Stress Away. Oké, die gaan we bijbestellen. Nou, ik vind het in ieder geval een leuk pakketje. Oh, absoluut. We gaan eventjes uitzoeken welke we als eerste erin gaan doen. En dan gaan we het laten zien. In het pakket zat ook nog een hele handige catalogus. Met alle soorten oliën en waar het vandaan komt. En hoeveel je kunt gebruiken en waarvoor je kunt gebruiken. En dat soort lekkere dingen, tips. En heel veel andere leuke informatie. En er staat ook een kaartje bij. Dus daarin staat dan hoeveel druppels je in de diffuser doet. Maar je kan het ook gebruiken als een soort van massageolie en zo. En dan moet je het weer mengen met een andere olie. Om het wat dragender te maken. Dat je natuurlijk niet een heel flesje zo op je rug smeert. Ik zou zeggen, laat hem aanzetten. Niet? Nou ja, wij gaan dus niet even op mij smeren in ieder geval. Omdat we gewoon niet weten wat voor effect het heeft. Maar de diffuser kan absoluut geen kwaad. Dat heb ik ook nagevraagd bij de internist. Dus voor alle mensen die ook in deze situatie zijn. Dan weet je in ieder geval dat dat geen kwaad kan. En misschien helpt het jou ook. Dus dat zou heel fijn zijn. We hebben al het een en ander uitgezocht hoe het werkt. Want zo zijn wij. Dan hoef je dat dus niet meer zelf uit te zoeken. Ik heb water hierin gedaan. En wij hebben ervoor gekozen om de lavendel erin te doen en de Stress Away.
En die zouden er dus voor moeten zijn. Ja, voor rustgevendheid. En ja, stress away. Zegt het al, hè? Dus ik heb het in het mailtje staan. Lavendel was rustgevend, ontspannend en pijnstillend. Helpt beter met slapen in combinatie met stress away. Of frankincense. Nou, ze hebben gekozen voor de stress away. Ja. En bij stress away staat, kan helpen op dagen waarbij je niet lekker in je vel zit, angstklachten hebt of neerslachtig bent. Nou, nu over het algemeen gaat het bij mij al goed. Maar als dit een beetje mee kan helpen zo 's nachts, dan moet het alleen maar beter gaan, zeg ik zo. Ja. Oké, druppeltjes erin. 8 à 10 druppeltjes moesten erin, begreep ik. Nou is de vraag, aangezien we er 2 hebben. Dat ging ik me ook eventjes net afvragen. Moeten we van alle 2? De helft of allebei evenveel? We kijken gewoon even wat het doet als we het erin druppelen. Zal ik van ieder 6 doen? Is goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het gaat best hard. Dat ging veel harder dan ik dacht. Ruik hem al. Ruik het al. Ja? Mm-hmm. Oké, dus iets voorzichtiger. 1, 2, 3, 4, 6. 2. Oké. Even de boven hangen een beetje. Zo, ja. Nou. Oké. Niks mis met mijn neus. Dan mag de tuut erop. Die mag jij er even goed opzetten. Was het draaien of? Je moet even het sluitje vinden. Ja. Dan zetten we deze erop. Volgens mij heeft deze ook niet een... dat hij per se vast zit. Nee, dat is goed niet. En ik heb hem al in stopcontacten gedaan, maar nu zijn we vergeten erin te doen. Dus je moet hem even optillen. Zit hij eronder? Ja, ik moest er nog water in doen. Om het makkelijk te houden. Ja hoor, hij zit. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dan heeft hij 2 soorten knopjes, namelijk de aanknop voor extra veel, zacht of middel. Hey, ik hoor in ieder geval geluid. Kijk, ja hoor, er komt al wat uit. Oh, wow. Wat ook leuk is dat hij in het begin is wit licht. Maar je kan dus ook kiezen wat voor licht je wil. Voor wat zachter. Maar ook voor een eigenlijk een soort van nachtkaarsflikkering. Je kan ook kiezen voor kleuren. 5 seconden. 5 seconden. En dan verandert hij van kleur. Oh ja, oh, dat is wel leuk. Maar je kan dus ook ervoor kiezen om een vaste kleur te pakken, hè? Ja, die komt hierna, geloof ik. Ja, dus dan kan je daarna kiezen. Ik vind dit wel leuk. Ja, ik ook wel. Of die nachtkaars. Zullen we voor de grap eens even het licht aan doen? Nou, het ruikt wel al naar een wellness, vind je niet? Wat, zoals we al zeiden, je zou het wat regelmatiger voorbij horen komen. Want we willen natuurlijk jullie even vertellen hoe het bevalt. Zo, nou, wij gaan hem lekker uitproberen. Het ruikt nu al heel goed. Wij vinden hem echt uber cute. Wij hebben hem via Carly van Young Living. Je kan haar vinden in de beschrijving. Mocht je het zelf interessant vinden en erg benieuwd, zit je in hetzelfde schuitje of heb je misschien zelf ergens last van. Dus wie weet kunnen we daarin weer wat voor jullie betekenen. Want alles wat we doen, delen wij graag met jullie. Voor het allerbeste dus. Zo zijn wij. Nou, goedemorgen. Het is 25 augustus en ik lig dit keer eventjes alleen in ieder geval op de kamer. Dus ik denk, nou, nu kan ik een keer even kletsen. Infuus zit er weer in. Ik heb het allergie of de uitslag besproken met de verpleegkundige. En ze denkt niet dat het een allergie is, maar wel gewoon een reactie van de chemo. Dus ik moet toch maar even gaan smeren met parfumvrije zalf en crème. En vocht inbrengen. Dus dat gaan we dan maar doen. En dan hopelijk is het snel weg. En we gaan weer beginnen. Terwijl dat Else even een nieuw speeltje uitprobeert om het onkruid weg te halen. Is René net wakker. Die is een beetje moe. Gaat het? Alleen maar een beetje moe. Alleen een beetje moe. Ah, ja. Is dat alles is? Ja. We hadden het er straks over toen je even aan het slapen was. Als we, dit hadden we toch niet durven dromen, hè? Nee.
zal ook even Jessie in de gaten houden. Ik geef jou eten maken. Ja. En dan gaan we Jessie op bed leggen. Ja. Lekker visje eten. Lekker. Een beetje lekker salade. Met ei. En normaal gesproken mag je niet pikken. Maar deze keer maak ik een uitzondering. Wat dan? Spekjes en de ei. Mm. Hij is lekker visje. Ja, vond ik ook. Dan ga ik met onze zoon in bad. Oké. Okay. Goedemorgen, het is 26 augustus. Het is de volgende dag na de tweede chemokuur van fase 2. Nou, eigenlijk net zoals vorige keer was ik kapot. Ik heb dit keer wel een beetje daar kunnen slapen in het ziekenhuis. Dus dat heb ik ook gedaan. En daarna thuis lekker naar bedje en veel rusten. En nu voel ik me eigenlijk alweer gelijk heel goed. Wat betreft de uitslag op mijn been vond het er niet heel erg uitzien als een echte, ja, echte allergie van de chemo in ieder geval. Ik moest het gaan smeren met vocht inbrengende crème toch wel en pH neutraal. Maar ze zei wel, het is wel even interessant om te kijken aangezien je nu de nieuwe chemo erin krijgt. Maar ook weer een anti-allergie medicijn in het infuus. Of het daarop reageert. Nou inderdaad, ik moet zeggen, het is nu echt een heel stuk minder rood en aanwezig. Dus misschien toch een allergietje. Alleen weten we dan even niet waarvan. Dus dat is ja, mijn verhaal. En verder hebben wij de natuurlijk voor jullie de Young Living diffuser geprobeerd. En Sergio die is daar. Joe. Ik heb een hele vervelende piep op de koptelefoon. Oh, oké. Dat komt misschien omdat die... Nee, ik heb hem weer terug ingedaan in de schouder. Ja, precies. Ja, maar dat zou die toch niet moeten doen. Nee. Maar inderdaad, de diffuser. Ja. We kregen nog een pakketje na met een begeleidend briefje. Super lief. Met nog meer samples. Eentje voor Jessie om lekker te slapen. Deze verdunt in een roller of in de diffuser. Dit moet ik even vragen. Gewoon voor leuk. Ziet er gewoon leuk uit. De hele guide. Het is wel echt... Ja, die hadden we nog te goed. Mega uitgebreid allemaal. Dit is iets voor het huishouden. Household cleaner. Citroen. Nou ja, dit, hier kun je dan zelf een blend in doen. Als je denkt van, oh, deze vond ik echt heel lekker. Dan maak je hem nu en dan heb je pipetje voor in een diffuser. Dit is een roller met van die dragende olie. Daar kun je dan een beetje etherische olie aan toevoegen. En dan, ja, wat jij zei, hè, je kunt onder je ogen. Op je slaap. Op je slaap. Een beetje masserend inwerken. En ja, hier hebben we dan nog een begeleidend boekje waar het allemaal vandaan komt en van wie het is. En deze heb ik geprobeerd. Over drops. Ik heb wel die knijpflesjes toch waar je dan Raya mee maakt. Die heb ik. Ik heb altijd een fles water koud staan. Dat doe ik zo. Even kijken, deze mag je. Oh nee, dit is grapefruit. Dat mag je niet, hè? Nee. Sorry. Ik wou zeggen, deze mag je niet proeven. Maar dat mag je niet proeven. Deze is echt super lekker. Dan hebben we nog. Oh ja, want ik heb dus nu. We hadden van de week hadden we lavendel en. Lavendel en Stress Away. Dat was ook nu, lekker. Ja, was heerlijk. Maar ik heb nu frankincense en thieves. En dat is, die frankincense is... Of thieves. Nee, ja. Thieves, thieves. Thieves is een beetje raar. Want, ja. Nee, ik denk thieves. Dat is een blend met, want hier staat het. Lemon, clove, weet ik eigenlijk niet. Cinnamon, bark, weet ik ook niet. Ja, bark de cinnamon is, ruik ik. Ja. Bark is volgens mij schors. Kaneel. Eucalyptus en rosemary. En dan met die frankincense. Eens kijken of ik die nog even snel voor jullie kan vinden. Die frankincense is een soort wierookolie. En die kun je ook in een gezichtscrème doen voor een zacht stralende huid en dat soort dingen. En ja, die ruikt echt super spiritueel. Nee, ik vind hem echt heel erg lekker. En dan nu die combinatie ook, hè? Ja. Nou, top. En dan heb ik nog Ningxia Red. Profiteer van talloze voordelen door Ningxia Red, ons krachtig supplement toe te voegen aan je dagelijkse routine. Bevat etherische olie. Ningxia wolfsbes puree, pruimen, aronia, kersen, bosbessen en granaatappel extracten. Klinkt heel exotisch. Zo. Zuur? Zoet zuur.
even wennen. Ja. Hij is op zich wel lekker. Nou. Hij heeft iets van een structuurtje. Wat ik een beetje vreemd vind in drank. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou, terwijl de diffuser rijkelijk onze kamer vult met een heerlijke geur, gaan we denk ik afsluiten. Ja. Zo, en hopelijk vonden jullie dit ook weer een leuke informatieve vlog. Ja. En wij zien jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Video. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven. En dan zien we jou weer heel graag. Tot de volgende keer. We kijken ernaar. Ciao.